D66 komt met het plan om ervoor te zorgen dat je toch op je vrije zondagochtend een lekker vers broodje kan halen. Dat mag van de gemeente namelijk niet. De afgelopen 7 jaar was bakkerij Broodje van Eigen Deeg hier niet van op de hoogte en konden zonder problemen gewoon hun deuren openen, elke zondagochtend. Maar na een anonieme tip stond de handhaving op de stoep en mag de bakkerij niet meer open op zondagochtend. Afgelopen week werd als reactie op het verbod een petitie gestart. D66 wilde winkelsluitingstijden aanpassen. Wij zouden graag zien dat we gerichte beleid gaan maken om bijvoorbeeld de bakkerijen open te stellen op zondagochtend. Maar misschien ook wel de daghoreca, want die mogen op zondagochtend nu ook geen ontbijt verkopen. Nou kijk, Groningen is natuurlijk een grote stad, de vijfde, zesde stad van Nederland. En een stad die leeft en bruist, waar je tot diepere nacht uit kunt gaan. Dat maakt de stad levendig, maar dan is het wel een beetje paradoxaal dat iets heel erg wezenlijks, wat bijna overal ter wereld kan, zoals op zondagochtend een broodje kopen, dat niet kan. En wij zouden graag een discussie hebben in de gemeenteraad over dit beleid. En ook daarbij betrekken of we nog moeten kijken naar andere vormen van bijvoorbeeld daghoreca, of we daar wat voor moeten regelen. Want het gaat natuurlijk verder dan alleen deze ondernemer. Want deze ondernemer maakt het probleem nu zichtbaar. Alleen de discussie is best wel ingewikkeld. En daar moeten we ook even in de volle breedte over praten met elkaar. Als je kijkt naar Haarlem, Maastricht, Nijmegen. Daar heeft de gemeente in de winkelverordening staan dat bakkers op zondag om 8 uur open mogen. Omdat bakkers een ochtendwinkel, hè? De bakker is een ochtendwinkel, dan wil je in de ochtend wil je daarheen. Dus ja, als de gemeente dat hier ook wil doen, dan zou dat geweldig zijn. Dan met 3 zinnen in de winkeltijdenverordening kan het mogelijk worden dat wij op zondagochtend gewoon open kunnen. Volgens Plagmeijer is het voor de bakkerij erg onduidelijk geweest of ze nou wel of niet open mochten. En dit heeft dus nadelige gevolgen voor de bakkerij. We hebben 6 verschillende mensen gesproken bij de gemeente. En de een zegt van, jullie mogen niet open, horeca mag wel open. Iemand anders zegt van, horeca mag open, maar daghoreca niet. En weer iemand anders zegt van, daghoreca mag misschien wel open, maar misschien ook niet. Maar eigenlijk weet ik het ook niet. En dan denk ik, als de gemeente al niet goed weet hoe dat nou zit en wat we wel en niet mogen op die zondagochtend, dan is dat voor ons helemaal niet bij te houden. En voor onze klanten ook niet. Die zondagochtend is een hele belangrijke ochtend, omdat dat de dag is waarop mensen tijd hebben om uitgebreid te ontbijten. Dus dan, dat is gewoon de drukste ochtend in de week. En doordat we nu op zondagochtend dicht zijn, missen we eigenlijk een maandag omzet. Dus we zijn nu 7 dagen in de week aan het werk voor 6 dagen omzet. En met de stijgende kosten, energie, huur, personeel, grondstofprijzen, is het wel zuur dat je eigenlijk 1 dag omzet per week mist nu. Op welke termijn hopen jullie dat er een oplossing ontstaat? Nou, ik wil deze week even contact hebben met zowel het college als een aantal politieke partijen. Ik wil het natuurlijk best morgen regelen, alleen daar doen we het volgens mij geen recht aan. Dus ik hoop dat we binnen een paar weken hier een gesprek over kunnen hebben in de gemeenteraad om het in de volle breedte te discussiëren.